gizmos die er op mijn snare staan even afhalen. Zodat je kan horen wat een beetje de bedoeling is. Maak het loopje iets korter, anders vallen we in slaap. En dan heb ik het over. Is wel leuk, maar het zet me niet echt zo aan de dijk, deze. Ik bedoel, hij klinkt een beetje. Weet je, het komt niet echt over. Wat gaan we doen? We gaan het eerst even flink omhoog trappen met een sausage fattener. Daarna ga ik door middel van de equalizer. Haal ik alles laag eruit. Waarom? Dat ga ik je zo laten horen. Ik haal het laag eruit omdat we. Het hele zelf over de zijk gaan trekken, dus dat laag dat is helemaal doorgefrituurd. En daarna zit er een limiter op en die doet eigenlijk niks anders dan zorgen dat sausage fattener en de equalizer binnen de perken blijven. En een reverbje en die is best wel lang. En heel veel mensen die zijn echt zuinig aan met de reverbjes. Het zit in je Logic, het is gratis, gebruik het. Really. Als je ervoor betaalt, gebruik het. Ook als je een crash neerzet, heel veel mensen horen gewoon in een house productie een crash van. Nee, gooi daar gewoon een reverb op van de volle 20 seconden. Dat klinkt overdreven, maar trust me, als je in de zaal staat en je ziet het galmt helemaal weg, then it starts making sense. Alleen heb ik een probleem, want Uncle Vato heeft alle bas eruit gehaald. En dat heb ik expres gedaan, dat ik wil dat het hoge gedeelte is helemaal doorgefrituurd, dat klinkt groot, breed, lang, episch, wow. En wat we eronder doen is nog een snare zetten. Alleen die snare, daar doen we eigenlijk heel weinig stommets mee. Behalve een sausage fattener. En zorgen dat er veel bas van overblijft. En dat is deze snare. Het klinkt bijna als een kick. Hij is iets puntiger dan mijn kick. Zodat als je alles samen doet. Dan heeft de snare nog wel punch. En net voor de snare heb ik een andere snare gepakt die ik gewoon omgedraaid. Die geeft een soort aanloop, zodat je echt het gevoel krijgt, niet dat je erop slaat, maar dat je echt een soort van vuist en een aanloopje richting een snare drum gewoon bam, erop lost. En zo maak je epische snares. Oké, we hebben nu een snare, we hebben een hi-hatje, dan denk je zelf, wordt het niet eens tijd voor een tof melodietje ofzo. Ik ben persoonlijk helemaal wows van Nexus. Nexus is een geniaal programma, want Nexus doet een hele hoop dingetjes voor me en ik ben er van nature nogal lui ingesteld. En het gebruik van presets zie ik niet als doodzonde, aangezien ik op zich wel een nerd ben, maar ook niet zo'n nerd dat ik 9 uur lang een beetje oscillators in elkaar ga douwen. Daar heb ik echt het geduld niet voor. En daarvoor heb ik ook way te veel koffie op vandaag. Dus ik was een beetje. Misschien moet ik het eerlijk zeggen. Ik was ongeveer een half uur lang non-stop presets aan het luisteren tot ik een tof geluidje hoorde. En toen kwam op een gegeven moment een tof geluidje tegen en dacht van, dat zou wel iets kunnen worden. Ook dat geluidje dat heb ik weer door een complete chain heen gerost aan mishandeling. En is nu niet schoonbaar. Goeie shit die Nexus. Voordat je een geluidje gaat verder gebruiken, dit is op zich prima geluidje. Kunnen we best wel een beetje mee zagen. Het is heel belangrijk dat als je gaat sausage fatteren, als je gaat limiten, je gaat compressen, je gaat hem distorten, je gaat hem in ieder geval door de mallow halen, haal de reverb eraf. Reverb en delay will fuck up your whole operation. Als je een geluidje krachtig wil hebben en er hangt een hele staat aan echo achter, dan ga je die echo versterken. Dan gaan er allemaal dingen gebeuren en trust me, you don't want to go that way. Dus ik heb de reverb die er origineel op zat en de delay. Heb ik eraf gehaald omdat ik anders het geluidje niet verder kan vragen. Dus we hebben ons droge geluidje. Ik heb mijn bas eraf gehaald, aangezien ik vond dat mijn bas niet zo heel veel toe had te voegen. Het is een, ik wil dat het geluidje groots en wijs klinkt, dus ik heb er iets hoog aan toegevoegd. Gelimit. Zodat hij niet over de zijk gaat. Stereo delay, dat betekent dat gaat hij links en rechts echoen. En daarna reverb. Lieve kijkbuiskindertjes, onthoud. Eerst delay, daarna reverb. Als je dat omgekeerd doet, dan ga je zeg maar de galm van een kamer stereo galmen. Dus dan heb je rooms within rooms within rooms. Het is muziek, het is geen inception.
extra klinken. Even tussendoor, staat mijn stem te hard of te zacht ten opzichte van de beat? Moet de muziek harder of zachter? Goed. Is goed. Al perfect. Of zijn jullie al in slaap gevallen? Hard genoeg zo? Nee, nu komt de wonderwereld van de sidechain. Ik heb natuurlijk ons Ghost kanaaltje aangemaakt, die zorgt dat je lekker op tijd komt. In Logic sidechain ik ken ik bijna niet. En dat is Le Compressor. En de compressor van Logic is daar best wel voor geschikt. En hij komt in een aantal varianten, een aantal circuit types. Ik heb persoonlijk niet het vaagste idee wat deze dingen doen. Ik weet wel dat alles kut klinkt behalve VCA. Dus zet dat ding op VCA. Mocht je de compressor in Logic aanzetten, dan besluit je altijd dat je gain op plus 4 staat. Waarom die dat doet, weet ik niet. Maar ik heb even besloten dat hij dat hier dus niet doet. Want waarom zou hij moeten gaan versterken? Dat versterken moet je versterken overlaten. That's all good. En de middel van je threshold en je ratio gaat hij bepalen hoe hard hij gaat sidechain. Het mooie van onze Ghost Kick is dat we dat ik dus de kick niet hoef te horen om te kunnen sidechainen. Hoor je het verschil zonder sidechain? Met. Deze move had zoveel cooler geweest als ik een krukje met vering had vandaag, maar helaas. Cool. Dus ik heb in ieder geval.